Ik ben Fidi Siels van der Post, geboren en opgegroeid hier in Uithoren. En daarna de wereld rondgezworven, Griekenland gewoond, Amsterdam gewoond. Sportinstructrice geweest, hier ook in verschillende sportscholen hier in Uithoren. Een yogaschool opgezet en afgelopen tijd in de corona, toen alles dichtging, heb ik eindelijk mijn boek geschreven, wat ik al heel lang wilde. Dus ik ben er blij mee. Als klein kind schreef ik altijd al verhalen, vond ik erg leuk. De verhalen, de opstelopdrachten die ik op school moest doen, denk ik altijd vol overgave. En dat heb ik altijd eigenlijk al wel blijven doen, gedaan. En dan, ja, wat ik al zei, in de coronatijd heb ik een schrijfcoach aan de hand genomen en ben ik mijn boek gaan schrijven. Dus de inspiratie was er altijd al, maar het echt doen is dan weer iets anders. En I did it. Ja, ik heb een boek Verborgen Waarheid geschreven. Het is een rouwproces. Het gaat over het overlijden van mijn twee zussen, Monique en Connie van der Post, in 94 respectief 1999. En het eerste gedeelte is een dagboekvorm van echte stukken die ik toen de tijd heb geschreven na het overlijden van mijn eerste zus. En die andere twee delen zijn een beetje van wat er daarna gebeurt en wat de invloed van rouw is op de rest van mijn leven geweest. Ik was 24 toen het gebeurde. Dus dat, ja, dat zet nog wat in je leven. Nog wel. Ik ga een stukje voorlezen uit het boek Verborgen Waarheid. Hoofdstuk 1, haar dood. Zaterdagavond 3 december 1994, Uithoren. Die avond lijkt de woonkamer net een crisiscentrum. De aanwezige familieleden en goede vrienden schuifelen langs elkaar heen, vallen elkaar in de armen en staren als dwazen voor zich uit. Er wordt zachtjes gepraat. Het is gebeurd, het is niet te veranderen en het is echt heel erg. Mijn stem klinkt nog zachter dan een fluistering. Het maakt niet uit of iemand mij hoort, want ik begrijp toch niet waar ik het over heb. Wat ik wel weet is dat er heel veel veranderd is. Zonder haar wordt alles anders. Niets zal hetzelfde blijven. Maar ik weet nog niet hoe het wel gaat zijn. Zelfs mijn lichaam reageert. Het voelt anders, afstandelijk. Het is geen geheel, alsof ik uit elkaar val. Er gieren ongekende emoties doorheen. Het zijn emoties van intens verdriet die ik fysiek ervaar als zwaar, onrustig en tegelijkertijd een prikkelend lichaam. Ik leef. Ik wel. En zij niet. Vragen nu mensen van, heb je het nu verwerkt? Maar rouw kan je eigenlijk nooit verwerken. Maar het is wel een heel mooi boek geweest. Het heeft me veel inzichten gegeven. En zo hoop ik dat het ook andere mensen inzichten gaat geven. Ze kunnen mij vinden op mijn website verbindendloslaten.nl of finishiels.nl. Daar staat alles over ja, de workshops die ik ga geven en hoe ik kan helpen, 1-op-1 begeleiding. En mijn boek kunnen ze vinden ook op die website. Dan kunnen ze me ook bestellen, maar ze kunnen me ook op de online boekenwinkels bestellen. Of hier in Uithoren bij de Bruna in het Amstelplein of bij de Read Shop in het Zijdelwaard. Dus op verschillende mogelijkheden, maar ook bij je lokale boekenwinkel. Op de plank.